van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hallo? Hallo? Hey, kom jij doen? Hey. Ik hoorde dat je aan het schilderen was, dus ik kom even helpen. Bezwaren? Nee. Kijk. Oh, die is zeker van een zondagschilder. Hij is van mijn vader geweest. Gebruikt hij natuurlijk alleen om de auto te wassen. En om babykamertjes te schilderen. Maar ja, daar is hij helaas nooit naartoe gekomen. Kijk eens aan. Hey, is dit het geworden? Ja, doe me een lol zeg. Maar zeker zo'n houten stapelbed met zo'n speelgoedhok eronder. Dat is afgezaagd, man. Hier. Dit. Dit wordt het. Is niet afgezaagd. Dat heb ik sinds mijn eigen babytijd niet meer gezien. Nou, dat vind ik nou wel weer kunnen. Dat lijkt me te gek voor zo'n baby. Doe je je ogen open. Overal schapenwolk. Ja. Dan hangen we er zo'n discobol aan het plafond met van die spiegeltjes. Als je niet uitkijkt, ligt het kind de hele dag te hallucineren. Nou, dat kan altijd nog, hè. Nee, maar serieus, je vindt niks? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, het is natuurlijk een beetje simpel, maar... Ja, je moet zo'n kind niet meteen gaan bestoken met abstracte kunst. Daar zijn ze niet aan toe. Nee, maar dat begrijpen ze wel beter dan die schapenwolkjes, denk ik. Ja, geheime gaven of zo. Hé, wat doe je? Blijf je alleen commentaar staan leveren of gaan we nog wat doen? Dat gaan we doen. Oké. Okay. Wil ik even helpen? Simon. Word eens wakker. Hey, Simon, word eens wakker. Hoe lang slaapt hij al? Nou, ik weet het niet. Ik ging boodschappen doen. Het was alles nog in orde. Hij is toch niet... Nee hoor, hij leeft nog, maar hij is wel erg ver weg. Zie je? Hij reageert. Moet ik een ambulance bellen? Nee, laat maar. Hij is in een hele diepe slaap. Geef maar een lepel. Hij heeft geluk gehad. Hij weet ook dat hij er geen alcohol bij moet gebruiken. Ik heb het hem nog zo gezegd. Het is ongelooflijk stom van hem. We moeten hem in het vervolg beter in de gaten houden. Er zit nog wel een glaasje voor u in, meneer Harmsen. Nee, dank u. Ik heb genoeg gehad. Een glaasje maar. Ons moeder zei altijd op één been... Kun je niet staan. Nou, een halfje dan. Meneer Harmsen? Ja? Wat mij betreft mag je ook wel wat eerder naar huis hoor, vandaag. Wij hoeven geen koffie meer. Oh, nee. Ik heb nog een heleboel dingen die ik moet afmaken. Oh ja, wat voor dingen dan? Jeff, kan je misschien... Oh, champagne, doe maar. Ja, we hebben iets te vieren. Wil je ook wat? Wie is de gelukkige? Nou, voornamelijk jullie. We hebben de pitch gewonnen. Maas Patrol. En ik heb al bedacht dat jullie daarvoor het perfecte team zijn. Echt waar? Yes! Ik had niet gedacht dat we dat zouden krijgen, zeg. Dus jij ziet het wel zitten? Ja, wat dacht je? Natuurlijk. Laten we morgen meteen beginnen. Ja. Hij begint bij te komen, geloof ik. Wat. Bart, wat doe jij hier? Ik kom jou redden. Jij bent een beetje onvoorzichtig geweest met die pillen. Pillen? Ja, Simon, die pillen die ik voor je gehaald heb. Die mag je niet met alcohol nemen, dat weet je toch? Hoe kon je nou zo stom zijn? Heb ik dat gedaan? Hoe kon je dat nou doen? Je hebt het toch niet expres gedaan? Stom. Nee, natuurlijk niet, Jezus.
Er zit een patiënt bij mij te wachten. Ik kom ze dadelijk nog wel even terug. Je had wel dood kunnen gaan. Ja. Spijt. Ga je me beloven dat je nooit meer zoiets stoms zult doen? Ik ben met de rot geschrokken. Ik voel me zo... zo alleen. Hier, Steenbok. Je zit deze week niet lekker in je vel, Steenbok. Wat de liefde betreft breken er betere tijden aan. En je ontmoet plotseling een oude bekende. Nou, er klopt niks van, want hier staat... Pas op, Steenbok, dat je hart niet verliest aan mannen die je proberen te verleiden. Jullie hebben er toch geen last van dat ik zit te werken, hè? Nou. Alsjeblieft, zegt, leg je wel een kapsel. Hebben jullie niks beters te doen? Nou, we proberen erachter te komen wat de komende week van ons verwacht wordt. Oh, wat er van jullie verwacht wordt? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Kijk eens, een stapel post gaat niemand beantwoorden. En als je daarmee klaar bent, dan weet ik opnieuw wat er van jullie verwacht wordt. Jongen. Flash, Janine Elschot. Mevrouw Balk. Echt? Oh, fantastisch. Heeft ze al een naam bedacht? En hoe is het met Suzanne zelf? Oh, gelukkig. Nou, geeft haar heel veel dikke kussen. Ja, van iedereen. Ja, goed. Nee, dat begrijp ik. Fijn dat u meteen gebeld heeft. Oké, dag. Suzanne. Ja? Ze heeft een zoon. Nee. Ja? Suzanne, ik ben trots op je meid. Ja. Oh, shit. En? Hij ligt er weer te slapen. Weet je zeker dat het geen kwaad kan? Nou, maak je nou maar niet ongerust. Dat is alleen de nawerking. Je zal zien, met een paar dagen zitten we helemaal bovenop. Het gaat zo slecht met hem. Ja, dat is duidelijk. Het gaat zo niet langer. Er moet toch iets gebeuren? Laten we nou eerst maar even wachten hoe hij zich voelt als hij wakker wordt. Vaak heeft zoiets een enorm schrik-effect. Nou, ik hoop het. Hé, kom op. Het komt heus wel goed. Ik wou dat ze terugkwam. Zij is de enige die hem er bovenop kan helpen. En jij dan? Ik denk dat jij dat ook kan. Ik kan Janine toch niet vervangen? Ja, maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Het is misschien wel goed dat ze even weg is. Nou, dat hebben we gemerkt. Het gaat erom dat Simon zijn gevoel van eigenwaarde terugvindt. Nou, daar kun jij misschien wel beter mee helpen dan Janine. Nou, ik weet het niet hoor. Het klinkt me allemaal veel te theoretisch. Proost dan. Dat je karnemelk drinkt op dit uur van de dag. Maakt het nou uit hoe laat het is, daar heb ik zin in. Zo, hebben jullie weer niks beters te doen? Nee. Anita hoor, ze heeft weer last van zo'n bui. Nou ja, doe niks aan. Dat is een raar type. Eén moment is ze vreselijk verliefd en op het volgende moment loopt ze je uit te schelden. Ik begrijp echt niks van haar. Je moet gewoon wat beter je best voor haar doen. Heel groot nieuws, het is zover. Wat is hoever? Denk even na. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Suzanne? Suzanne heeft een kind? Ja, een zoon, te gek, hè? Ah, je had er even aan mij moeten geven, dan had ik hem zelf kunnen feliciteren. Nee, dat was Daniel gek. Suzanne ligt nog uitgeput te slapen. Ze komt over een paar dagen al thuis. Zie je nou, Stan, een jongen. Ik zei je, het zou een zoon worden. Jij met je schapenwolkjes. Begint hij weer, hè? Alsjeblieft, in plaats van beschuipend meisjes. Hé, jullie mogen trouwens wel opschieten met die babykamer. Die Peter. En Zan. Lief, hè, die wolkjes? Ja. Het wordt wel krap hier, hoor, als ze terug is met de baby. Het valt toch best mee. Kom maar op mijn kamer. Je kunt er best bij. Hey, hallo. Hallo, heb je even? Ja. Ik wilde even met je praten, alleen als het gaat. Ga zitten. Ik moet je wat vertellen. Simon heeft zin. Simon, alsjeblieft zeg, ik kan die naam niet meer horen. Luister nou, ik vind dat je het moet weten. Het loopt helemaal uit de hand met hem. Janine, wil je alsjeblieft nog één keer met hem gaan praten?
praten, alsjeblieft. Dat heeft toch helemaal geen zin? Dat heb ik al zo vaak geprobeerd. En na de laatste keer heb ik er helemaal geen zin meer in. Je hebt toch wel in de gaten dat hij zichzelf gewoon niet meer in de hand heeft? Kom nou, een volwassen man. Nee, ik piek er niet over. Laat hem eerst maar eens over zichzelf leren nadenken. Janine, het gaat helemaal mis met hem. En jij bent de enige die er nog wat aan kan doen. Ik kan helemaal niks doen. Nee, het is afgelopen. Hij moet het nou maar zelf uitzoeken. Sorry hoor, maar dit is allemaal nog zo vers. Een glas wijn? Nee, ik moet gaan. Ik heb een afspraak. Nou, het spijt me dat ik je moet teleurstellen, maar ik kan het niet. Echt, ik wil het ook niet meer. Weet je het echt zeker? Ja, heel zeker. Ik begon me net af te vragen of je nog wel eens aan me dacht. Natuurlijk denk ik nog wel eens aan je. En waaraan denk je dan? Nou, hieraan zeker niet. Nee, ik vroeg me af of ik niet weer eens gebruik zou kunnen maken van een van jouw specialiteiten. Hangt er vanaf. Het gaat om het reclamebureau Alberts en Alberts. Oh. Dat dan toch nog van de grond gekomen, ondanks al die brieven van toen? Ja, helaas wel. Dus hebben we een probleem. Tenminste, Nico Stenders heeft een probleem. Albers is een probleem voor Stenders? Mm-hmm. Ze zijn nogal fors bezig. Ze hebben net een grote klant van hem afgepikt. Nu vroeg hij of ik niet iets wist. Ik heb het volgende bedacht. Jij infiltreert in dat bedrijf. Wat ga je doen? Je hebt je toetje nog niet eens op. Ja, dat eet ik wel op als ik terug kom voor repeteren. Maar... Laat de afwas maar staan. Die doe ik wel als ik thuis kom. Maar ik dacht dat je vanavond thuis zou blijven. Huh? Dat er komt zo'n programma op de televisie, iets van top of flop of zo. Ja, dat was toen u jong was. Nee, maar anders moet ik echt gaan. Kom op, sorry. Nee, wacht. Dan ga ik met je mee. Ik ga alleen repeteren, hoor. Niet optreden. Er is niks te zien. En trouwens, ik geloof niet dat het helemaal uw soort muziek is. Nou, ik vind die beatmuziek soms best aardig, hoor. Je had zo'n liedje... Yesterday, all my troubles seem so far... Nou ja, goed, als ik niet mee mag. Oké, u kunt best mee. Nee, alleen... laat maar. Ik heb alleen geen zin om vanavond alleen thuis te zitten. Gaat het wel goed met u, meneer Hamsen? Ja, hoor. Ik heb alleen behoefte aan wat aanspraak. Dat weet u zeker? Ja. Nou, ga nou maar, anders kom je te laat. Daar begrijp ik er helemaal niks meer van. Frits, die zegt... Hij weet toch niet dat wij deze afspraak hebben, hè? Nee, maak je maar geen zorgen. Ik heb hem dus gevraagd of hij dat contract nou wil verkopen. En wat zei hij? Nou, hoe ik daarbij kwam en er is helemaal geen sprake van. En hij zegt dat het contract niet gaat verkopen aan Martine. Precies, dat liegt hij. Ik weet het zeker. Of Martine heeft je maar wat verteld. Als ik dit allemaal had geweten, was ik er nooit aan begonnen. Kan ik niet van dat contract af? Dan moet je mee uitkijken, hoor. Hé, wat is dat? Ik wil niets meer met die zaak te maken hebben. Hoe kom je eraan? Dat is het werk van Frits. Hij heeft me vanochtend bedreigd. En als ik nog één keer met jou zou praten, zou iets veel ergers gebeuren. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Hey, ga je nog even mee naar Helmink of blijf je hier? Ik denk dat ik hier blijf. Oké, goed. Nou, dan ga ik maar in. Wat ga je trouwens bij haar doen? Oh, even wat dingetjes bespreken voordat Suzanne terugkomt. Thank you.
Toen hij met dat contract kwam, wist ik ook niet dat jij niks van wist. Ik neem jou toch ook niks kwalijk? Wat dat betreft zijn we allebei belazerd. Eigenlijk zouden we blij moeten zijn dat hij het contract aan Martine verkoopt. Dan zijn we tenminste van hem af. Nou, je moet niet denken dat we daar iets mee opschieten. Martine is nog veel erger dan Frits. Dat is pas echt een loeder. Serieus? Ja, als ze iets kan doen om het te pakken te nemen, zal ze die kans met beide handen aangrijpen. Nee, als je iets niet moet doen, is voor Martine werken. Wat moet ik dan? Wat wil jij? Kunnen we niet zonder hen? Ik bedoel, wij met z'n tweeën. Nou, ik ben bang dat het niet gaat. Weet je, zij hebben het geld en de contacten. Maar zonder ons verdienen zij ook niks. Dus zijn ze ook afhankelijk van ons. Nee, dat is helaas niet waar. Ze hebben genoeg andere zaken. Ze hebben ons helemaal niet nodig. Ik zou graag met je samenwerken. En het zou toch zonde zijn als alles voor niets is geweest? Ja, je hebt gelijk. We moeten het zelf doen. Wat zit u hier alleen? Of heeft u met iemand afgesproken? Nee hoor, ik zit hier zomaar. Voor de gezelligheid. Waarom komt u dan niet even in de bar zitten? Oh. Meneer Harms, is het niet? Dat is nou toch ook toevallig. U heeft er toch geen bezwaar tegen dat ik even bij u kom zitten? Ken ik u? Nee, maar ik u wel. Kan ik u iets te drinken aanbieden? Waar kent u mij dan van? Voor mij graag een tequila en een... Hé? Ja, mij ook maar zo'n ding. Twee tequila's. Nee, een goede vriend van mij, een kennis van u, die vertelde mij laatst over u. Het is een beetje een delicate kwestie, dus ik zal zijn naam niet noemen. Hij vertelde over uw problemen, uw financiële problemen. Problemen? Ik? Wie heeft u dat verteld? Nou, dat doet er even niet toe, maar gelooft u mij, ik weet wat dat is. Ja, maar ik werk hard genoeg, hoor. Alleen het leven is zo duur tegenwoordig. Ja, natuurlijk. En voor mij was dat destijds de reden om makelaar te worden. Maar bedoelt u dat ik nog kleiner moet gaan wonen? Maar ik heb al een huur. Nee. Ik ben makelaar in financiële transacties. Ik probeer mensen met problemen, mensen zoals u, te helpen. Nou, ik zie niet in hoe u mij zou kunnen helpen, hoor. Dat zal ik u uitleggen. Ik wil u graag een voorstel doen. Oh? Goedemorgen. Ja, ik heb ontzettend honger. Het is net alsof ik een week niet gegeten heb. Hoe voel je? Prima. Heerlijk geslapen. Weet je nog wat van gisteren? Ja, natuurlijk. Simon, denk je niet dat het beter is als je vandaag nog een dagje in bed blijft? In bed? Nou, ik voel me prima, dus ik zou niet weten wat ik in bed moet doen. Als je je goed voelt, maar volgens Bart moet je goed uitrusten. Bart? Hoe is het met onze Bart? Kan je de weg een beetje vinden in de praktijk? Ja, ik geloof het wel. Hij komt af en toe wat vragen. Hij moest jou ook nog wat dingen vragen, geloof ik. Nou, ik zie hem zo wel. Is de post er al? Nee, nog niet. Simon, je doet zo anders. Ik herken je bijna niet. Je bent zo... opgewekt? Ja. Ik vind dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die flauwekul. Zo, om te beginnen gaan we de krant eens even lezen. Nou, laat maar eens zien dan.
Ik hoop dat het genoeg is. Het is een familiestuk. Ik denk dat ik hier wel een goede prijs voor kan krijgen. Ja, ik begrijp dat je het vervelend vindt. Ik weet wat zo'n horloge voor je kan betekenen. De waarde is niet in geld uit te drukken. Ben je al verder gekomen? Nog niet echt. Ja, die ambtenaren zijn zo onvoorspelbaar. Maar ja, als ik hier een goede prijs voor krijg, dan kan ik je binnenkort zeker meer vertellen. Hebben mijn ouders het wel eens over mij gehad en over mijn zusje? Nou, ze hebben me wel eens gezegd dat ze erg bezorgd om jullie waren. Ze hebben me zelfs gevraagd erachter te komen hoe het met jullie ging. Maar het is me nooit gelukt. Ze weten nog ineens dat we weer bij elkaar zijn. Nee. Maar dat zal het eerste zijn wat ik tegen ze zeg als ik ze spreek. Ach, je ijsje is helemaal gesmolten. Ben je nieuw? Je weet toch wat erin staat? Ik wil het zelf even lezen. Dat kan niet. Dat kan niet. Ligt het misschien al bij Martine? Ga ik wel even bij haar langs. Zal er meteen even bellen. Wacht, wacht. Geloof toch dat het hier ligt. Kijk eens aan. Wat een toeval. Dit is een kopie, hè? Mag ik het origineel ook even zien? Vind je jezelf nou niet vreselijk zielig? Dit lijkt wel vrouwenhandel. Hier is het origineel. Verder nog iets? Ja, heb je een vuurtje voor me?